Op donderdag 16 januari overvallen drie gewapende mannen de Fomar aan de Eiburglaan. Ze bedreigen het personeel, binden ze vast en nemen uiteindelijk een onbekend geldbedrag mee. Ja, Ellie, er zijn al eerder beelden vrijgegeven van deze overval. Maar nu ja. meer beelden kunnen we meteen naar kijken. Het ziet er heel heftig uit. Waarom nu meer beelden? Nou, dat heeft onder andere te maken met uh, het feit dat die slachtoffers, en dat gaan we zo meteen ook daadwerkelijk zien, als onderdeel van deze overval, daadwerkelijk op de grond hebben gelegen, vastgebonden hebben gelegen. Nou, u ziet het hier: ze zijn bedreigd met vuurwapens, is natuurlijk heel heftig. Mensen maken zo'n beetje uit, uh, uh, ze maken onderdeel uit van hun eigen film. En om dat terug te zien, Zien is natuurlijk ook voor slachtoffers heel ingrijpend. Dus als wij het uh, kunnen doen met de beelden die we op dat moment laten zien om daders te pakken, dan is dat ook maar voldoende. Maar we hebben ze nog niet en daarom laten we nu ook meer zien van deze overval. Ja, en dat jullie uh, dit uh, graag willen oplossen, dat uh, blijkt, want er is ook een uh, beloning nu uitgeloofd. Ja. En dat is omdat de daders uh, slecht zichtbaar zijn, omdat ze zich goed uh, vermomd hebben. Dus dan, hebben we het ook, uh, dan moeten we het ook hebben van mensen die weten wie dit hebben gedaan. Daarom is er een beloning uitgroepen van 5000 euro voor degene die de gouden tip geeft. En dan hebben we het dus echt over de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak en tot de identiteit van deze daders. En als mensen daar dus informatie over hebben, dan roepen we ze dringend op om contact op te nemen met 0800.